We zitten weer in Eibergen. Jij bent vrij vandaag. Dus dan kiezen we het meest dichtbijzijnde Tubantia-gebied uit Eibergen. De Café de Klok. En dan kom jij binnen en zeg je hier ook wel heel wat biertjes weggetikt. Ja, enkele. Enkele toch wel? Een paar gezellige avondjes gehad in dit. Is een leuke locatie dit. Kabbelen een beetje en heel verrassend, deze week gaat het niet over Heracles, maar over SC Twente. Er gebeurt helemaal niks. Nee, het is echt heel erg saai. Ik heb zelfs een dag kunnen compenseren. Het is heel wat, maar goed, is alles nu pijs en vree? Het is over één overwinning en het is zomer in Twente? Carnaval in Twente? Carnaval in Twente is het sowieso, ja. Maar je ziet gewoon, dat merk je echt, als je één keer wint en de manier waarop FC Twente het gedaan heeft. Ik hoorde mensen zelfs zeggen, dit was de mooiste wedstrijd in 2 jaar tijd. Dat zou best eens kunnen. Ja, dan daalt er wel een bepaalde rust weer over zo'n club. Ik kwam zaterdagavond wat mensen tegen uit die best wel een belangrijke functie hebben bij de club. Ja, die waren zo blij. Die hadden het al over, we gaan misschien wel 40 punten halen. Dus dat is voor Europees voetbal in Enschede. Het linker rijtje longt alweer. En zo gaat het. En dat is ook het mooie aan voetbal, hè. Maar goed, voor de buitenwacht is het natuurlijk op dit moment eventjes rustig. Maar ja... Intern, stormt het nog? Stormt het nog. Dit heeft wel littekens achtergelaten. Dat is wel duidelijk. Moet Boske nog zijn excuus aanbieden aan Brahma of is dat ook een gepasseerd station? Dat hoeft hij nu niet meer te doen, want als hij nu nog doet, dan is het niks geen oprechtheid meer bij. Dan wordt het hem echt opgedragen. Het is nu een week geleden. Hij heeft dat niet gedaan op een of andere reden. Blijkbaar vindt de club en hij dat niet nodig, dus ja. Moeten we nog wat olie op vuur gooien of zeg je laat het kabbelen en een beetje maar even lekker kabbelen? Ah, ik vind het wel prettig een keer zo'n weekje. Okay. Ik bedoel, bij Twente, vroeg of laat is het toch altijd wel weer reuring. Twente kabbelt een beetje, dat betekent dat bij Heracles de brullende vulkaan was afgelopen week. Maar weer een Nederland. Ik heb ook compensatie gehad. Nee, dat is niet zo. Overigens, nieuwtje en uit Almelo is dat Kiel Mazzoklu voor 2 jaar heeft bijgetekend. De middenvelden zijn ze heel blij mee. Contract is opengebroken, vind je? Ja, contract is opengebroken. Maar weet je, ik sprak ook met Teun Bijleveld, die heeft bij Ajax gespeeld. En die zei, bij Ajax mag je natuurlijk nooit 5 wedstrijden verliezen. Dat kan niet, dat mag niet. Ze zijn ook heel veel constanter. En zegt hij, bij Heracles heb je een club waar toch veel spelers zijn die zich gaan ontwikkelen zijn, die terugvallen. Dan gebeurt dit. Het mag niet. In Almelo willen ze het ook niet. Ik zag Frank Walmoet, ik zeg, hoe gaat het? Zegt hij, slecht, want ik heb punten nodig. Dus die balen allemaal als een stekker. Maar ja, het enige wat je moet doen is punten weer gaan pakken. En die pak je zondag hoogstwaarschijnlijk niet tegen Ajax. Ja, maar dat zeiden we een week geleden ook bij Twente tegen ja, AZ. Ja, weet ik wel. Maar nu is het bijna licht iets te veel voor de hand dat je verwachtingen hebt. Oh, als Ajax staat... Vorig jaar, hè? Ja, daarom. Vorig jaar lukt het. Het lukte vorige week Twente tegen AZ. Met alle respect... Heracles gaat dus winnen. Ach ja, nou ja. Maar oké. Okay. Pas voor de toto vast. Ja. Jij hebt gesproken met de revelatie van dit seizoen, Julio Pleguezuelo. Ja, van het tweede seizoen zelf. Tweede seizoen zelf, sorry. Want voor de winterstop. Dat ik hem zo netjes oppakken, doe ik het weer niet goed. Ja, voor de winterstop was die niet zo best. Werd hij neergezet als rechtsback. Dat was duidelijk niet zijn plek. Toen dacht iedereen van, ja, miskoop. Jij is een Spanjaard. Ja, dat zijn jouw woorden. Sorry. Ik dacht het, jij zegt, spreek ze nu uit. Van, was dit nou nodig om deze jongen uit Londen te halen bij Arsenal? Maar sinds hij op het trainingskamp in centraal achterin staat, waarvoor hij het eigenlijk gehaald is, doet hij het echt heel erg goed. En is hij op zijn 23ste, dat verbaas je misschien als je hem ziet, is hij toch wel de leider van de defensie, misschien van de ploeg geworden, nu Brahma niet speelt. En wat denk jij, komt Sandro Schenk nog terug in de basis? Of laat Garcia het bij deze twee, bij Peet Beijer en Pleguezuelo? Nou, voorlopig wel. Kijk, hij heeft gewonnen tegen AZ. Personeelsbeleid van Garcia is dit seizoen... het is zijn eerste jaar als hoofdtrainer, is heel erg grillig. Dus het kan alle kanten op. Dus het is ook heel erg afhankelijk, denk ik, bij hem hoe het zondag gaat verlopen in Utrecht. Maar je mag toch aannemen dat hij met dezelfde 11 begint? Ja, dat gaat hij wel doen. Zo verstandig is hij wel. Trainers die verliezen, die gaan altijd op zoek naar de oplossing. Dus gaan ze ook vaak wisselen in het elftal. Wat moet dat ook doen voor de kraken tegen Ajax? Of heeft hij niet zoveel smaken? Hij heeft niet zoveel smaken. Pruppen, het lichte, die is geschorst. Hè? Die heeft natuurlijk een knieoperatie ondergaan, of een kijkoperatie. Maar ik denk zelf dat hij op middenveld gaat spelen dan met Mauro Osman. Kiel Mazzoklu en Merkel, geen Osman. Maar stel je voor dat hij toch denkt van die Osman die moet weer een keer aangaan. Zou hij nog kunnen overwegen om Mauro op een vleugel te zetten, rechts buiten bijvoorbeeld? Want Van der Waart doet het ook niet goed. Maar goed, zo heeft hij het al heel lang niet meer gedaan. En Wormoed, wat voor soort trainer is het dan? Gaat hij dan, pakt hij hem keihard aan of legt hij een arm om de schouder? Of hoe doet hij dat? Ik denk dat hij alles gedaan heeft. Ik denk dat hij alles probeert om Osman uit die negatieve spiraal in zijn hoofd te krijgen. Ik denk dat hij hem geknuffeld heeft, aangepakt heeft, alles heeft geprobeerd. Kijk, hij moet zelf ook aan de bak, hè? Want hij wil een stap hoger. Hij wordt gek gemaakt, denk ik. Ja. Door mensen om zich heen of door zaakwaarnemers of wat dan ook. Hij wordt gek gemaakt en blijkbaar heeft hij veel moeite om daar overheen te komen.
En, maar goed, dus ik weet niet of Osman speelt tegen Ajax. Ik ben benieuwd. Wat denk jij? Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Leo, het ongelofelijke is waar. Ik heb gewoon de Toto van Twente AZ goed gehad. En ja, dan ben je een echte kenner. Ja, gevoel, weet je wel. Dat is echt die bol, die glazen bol. Nee, ik heb er geen verstand van. Jij hebt er ook geen verstand van. We hebben er allemaal geen verstand van. Lullen maar wat. Maar hier is de tussenstand van de Toto. Utrecht FC Twente. 11:15 zondagmiddag. Overal carnavalsoptochten. En wij moeten aan het werk, hè? Utrecht. Ja, Twente moet het dit seizoen denk ik niet meer hebben van de uitwedstrijd. Die moeten ze thuis gaan doen, dus ik denk Utrecht gaat winnen. Ah, vind ik zo'n saaie voorspelling. Utrecht gaat winnen. Ik denk gelijkspel. En Van der Brom zit niet op de bank, dus tactisch gaat het allemaal veel beter nu Utrecht. Dat wel, ja. Herenka speelt thuis tegen Ajax. Ajax na Getafe. Nee, Ajax gaat wel winnen. Ajax gaat winnen. Ja. Nou, ja, plezier in Almelo. Ik ga naar Utrecht. Hoe ga je verkleed trouwens met carnaval? Ja, daar ga ik jou echt nu niks van zeggen. Nee? Nee. Oké.